Ik ben hier vandaag op het Cannes Yachting Festival aan de Franse Côte d'Azur. Hier presenteren ruim 500 jachtenbouwers meer dan 550 bijzondere schepen. Waaronder ook Nederlandse jachtenbouwers die het buitengewoon goed doen in de jachtindustrie. En ik ga op bezoek bij Mulder Shipyard en bij Lengers Yachts. En zij gaan mij vertellen hoe het ermee gaat op dit moment. En ze laten me ook hun prachtige schepen zien. Wat voor bedrijf is Mulder? Wij zijn een familiebedrijf, gestart in 1938 door mijn vader inderdaad. En ik heb het overgenomen in 1984. En jullie zijn een Nederlands bedrijf. Hoe komt het dat de Nederlanders zo actief zijn in de wereld van jachtenbouw? Ja, Nederland heeft natuurlijk een heritage uit de VOC-tijd al. Ja. Dus de grote schepen die gewoon de wereld overvaarden. En daarmee is ook de jachtbouw in Nederland natuurlijk terechtgekomen. Ik proef hier nu een sfeer dat er weer wordt gekocht. Is dat overdreven, die conclusie? Nee, vind ik niet overdreven. Wat wij merken is dat de mensen natuurlijk de crisisjaren ook zat zijn. Jachtbouw is natuurlijk echt een luxe, dat moet je gewoon willen hebben. Ja. En het staat vaak laag op je verlanglijstje. Maar zo gauw als de bedrijven of de CEO's weer beter gaan draaien, dan komen die jachten ook weer terug in beeld. En dat merken we nu. En we zitten hier op een door jullie gebouwd jacht. Prachtig, bijna een huis. Ja, ik weet dat je niet graag over prijzen praat, maar ik ga toch vragen. Voor hoeveel mag ik hem meenemen? Deze boot ligt te koop voor 6,9 miljoen euro. Oké. Wat vaak wordt vergeten, je hebt zo'n boot, dan ben je nog op jaarbasis zo'n 5% kwijt aan running costs. Ja. Dus kapitein en noem het allemaal op. Ja. Ja. Hey, ik wens je nog een succesvolle beurs. Ja, dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Bedankt. Lengers Yachts bestaat nu al ruim 40 jaar. Ja. Jullie staan op heel veel botenshows. We zijn hier vandaag op de Cannes Bootshow. Waarom staan jullie hier? Ja, Cannes Bootshow doen we denk ik nu al 12, 13 jaar. Ja. Het is begonnen als een hele kleine show, maar het is nu uitgegroeid als de belangrijkste botenshow ter wereld. Nou ja, we hebben natuurlijk altijd klimaat mee, een prachtige omgeving. Dus dat trekt, dus gewoon een magneet voor iedereen eigenlijk. En alle grote topmerken die liggen nu op deze show en dat trekt natuurlijk een enorme hoeveelheid potentiële kopers. En als jij kijkt naar de markt, hè, want hoe beschrijf jij de markt op dit moment? Het is een totaal andere wereld eigenlijk weer, gelukkig. We hebben echt weer een fijn jaar, we hebben echt goed verkocht en daar zijn we heel verheugd over. Maar wat je altijd hoort is, de techniek is niet zo goed. Hoe zit het dan met Riva's? Dat is echt een fabeltje. Wat is het slechtste voor een schip? Zon en zout. Dus als een schip vaart, Middellandse Zee, dan heb je materialen nodig die daarvoor bestendig zijn. En bij de Italiaanse schepen moet ik echt zeggen, de kwaliteit is erg goed. En Bas, jullie staan in december weer prominent op de Masters of Luxury, ja, in de Amsterdam Rai. Wat gaan jullie dit jaar doen op de beurs? Nou, we liggen daar natuurlijk weer met een Riva. Daarnaast zullen we een nieuwe Riva introduceren die volgend jaar op de markt komt. Plus we doen dit samen dit jaar met Bentley, die daar zijn nieuwe SUV introduceert voor Nederland. Dus dat is ook wel echt uniek. Het is echt een première. Première. Bas, heb je zin om ons nog even een beetje een kleine rondleiding te geven? Nou, maar je weet, hè, als ik een rondleiding heb, dan moet je wel het schip kopen. Misschien doe ik het.